Martin Mulder, wat gebeurt hier bij het Indiëmonument in het Doepark? Ja, we zijn hier bij het Indiëmonument in het Doepark en we openen hier een nieuw ingericht projectplan rondom het Indiëmonument. Het probleem was dat tijdens grote evenementen dat te veel mensen hun fiets en soms zelfs de auto bijna tegen de gedenksteen aanzetten. En dat vonden we respectloos. En toen zijn we in overleg getreden met de organisatie die dat eerst de CIMA en later de Stichting Veteranen Almelo. Om samen een plan te maken van hoe kunnen we dat min of meer afschermen. Toen is het begrip cirkel van respect bedacht. En dat is meer een denkbeeldige cirkel. En hoe gaan we dat invullen? En daar heb ik dit plan voor gemaakt. Twee plantvakken aan beide zijden van het monument. En dan tussendoor een ketting die gespannen wordt alleen als er veel mensen zijn. Verder kunnen mensen gewoon omheen lopen. Maar dan voorkomen we dus dat er te veel fietsen en zo tegenaan gezet worden. En mensen zien dan toch wel van oké, hier gebeurt iets. Hier moeten we een klein beetje afstand van houden. En we hopen dat dit gaat werken. Albert Somer, vertel eens, wat is jullie kant van het verhaal? Onze kant van het verhaal? Nou, heel eenvoudig. CIMA heeft hier jarenlang de Nederlands-Indië-herdenking gedaan. Vervolgens hebben wij dat afgelopen jaar als Stichting Veteranen Almelo overgenomen. En we zijn in contact getreden met het Natuurhuis om de cirkel van respect wat meer gestalte te geven. Zodat tijdens evenementen wat minder mensen wat dichter op het monument gaan staan. Fietsen geplaatst worden, auto's neergezet worden. Eigenlijk zorgen dat het monument een waardige plek blijft en dat er respect getoond wordt. En dat gaat vandaag, wat gaat dat gebeuren, hè? De opening daarvan? Nou, na heel veel goede gesprekken met het Natuurhuis en een mooi ontwikkelplan van Martin, die dit allemaal op papier heeft gezet, hebben wij dit voor elkaar kunnen maken met elkaar, in goede samenwerking met elkaar.